Goedemorgen. Ik moet heel nodig mijn haar wassen. Ja, dat gaan we eerst doen. Elke ochtend weer. Ik heb momenteel niet echt een vaste shampoo, maar ik ga deze nu gebruiken. Zit jij lekker, Ramon? Wat is dit nou weer? Ik kreeg van de week weer een comment of ik een keer de curly girl method wilde doen. Ik denk dat dat wel met mijn haar heel geschikt is. Zouden jullie daar geïnteresseerd in zijn? Laat het me weten. Goedemorgen, Furpsy! Oké, ik ga het even feunen en ik heb dus sinds kort dit prachtige monster. Ik praat natuurlijk over duurzaamheid en over hoe je vooral eigenlijk geen spullen, minder spullen moet. We moeten allemaal eigenlijk op minder spullen komen. Maar ik ben ook mens en dat betekent niet dat ik niet van spullen hou, ondanks dat ik niet zoveel spullen probeer te kopen. Nou heb ik deze dus van vriendinnen gekregen en van Max en ik was er zo blij mee. Want ik wil hem echt heel erg graag. En hoe blij ik er precies mee was, dat kun je zien in deze video. Oh my god! Hier ben ik zo blij mee! Wauw! Ja, dit is, je bent nu net die Xbox kid die zo blij is. Maar echt zo blij! Kijk, en ik heb ook haar om het nu toch meteen te gebruiken! Zo, make-upie op, klein krulletje in het haar. Ik moet er natuurlijk wel goed uitzien als ik straks Masha ga verslaan. 2, 1. Oh, dat. Oh. Een soort mega bal cake. Dit is een Reese's Pieces chocolade pindakaas taart. Deze hele onderkant is zeg maar Reese's Pieces. Het is gewoon één grote mega Reese's Pieces. En daarboven zit zeg maar taart met pindakaas en chocola en zo. Oké, want ik heb hier namelijk een pindakaas cheesecake. Ah. Met bodem pindakaaskoek, bodem die we hebben gemaakt. Daarboven cheesecake met pindakaas erdoorheen en al. En dan een klein laag crème fraîche en daar overheen drizzled peanut butter. Oh mijn god! Hij ziet er echt fantastisch uit. Jou ook. Maar dat die van mij? Zullen we tegelijk snel. Hoe heb jij die foto zo gekregen? Ja, wil jij even met je geluid weg? Ik zit precies hetzelfde weggekregen. Deze meid hier. Ah. Waar heb jij dan Oreo's voor gebruikt? Want die zijn wellicht in jouw story. Dat was een afleidingsmanoeuvre. Ga je nu eten? Zullen we snijden het gelijk? Voordat we verder gaan, hoeveel pindakaas heb jij gebruikt? Oh ja, ik denk 7 eetlepels. Oh. Wauw. Ja. Oké, daar heb jij sowieso op gewonnen. Oké. Oh, wauw. Hij ziet er echt amazing uit. Ik ben echt even impressed met mezelf. Kijk deze slice. Taste test doen? Ja. Oeh, die van ons wel echt heel erg peanut buttery dit hier. Ben je blij ermee? Ja. Jij? Ja, eigenlijk meer dan ik dacht. We moeten dit uit gaan delen aan elkaar. Ja, dit echt. Moet. Hallo. Hallo. Kijk, Masha en Gregor hebben... We hebben de kleine meegenomen. Mila meegenomen. Dat is het grootste geschenk. Maar we hebben ook even recept uitgedeeld. Of nee, niet recept. Hij baksel. Inderdaad wel. Ja. Als je de glazen pakje is zwaar. Maar... Ja, bakje is zwaar. Ja. Lekker. Maar ik ben wel benieuwd. Lekker. Hij ziet er echt... Ben benieuwd?
ook. De grote test. Oh, het ziet er wel echt goed uit. Hij is alleen niet meer in één stuk. Daar moet ik toch minpunten op geven. Je hebt nog nooit zoveel pindakaas geproefd in je leven. Oh. Zeg maar, het is nog meer pindakaas dan dat je gewoon een hap pindakaas neemt. Echt waar? Amazing. Ja? Ja. I love it. Zoals je het omschrijft, kan ik me dat bijna niet voorstellen. Maar het is echt lekker. Wel eigenlijk, I stand corrected. Want ik vind jouw omschrijving de meest peanut butter ooit, vind ik niet helemaal kloppen. Het is wel peanut butter, maar net niet. Ik heb juist niet het idee dat ik een hap pindakaas eet. Het is echt wel lekker. Nee, het is juist geen hap pindakaas, maar het is wel. Het is niet van, wat voor smaak is dit eigenlijk? Oké, okay, dat is fair. Nee. Maar echt goed gelukt, lekker. Ja. Zo lekker dat ik het wel moeilijk vind. Ik ging eigenlijk vanuit dat ik die jou zou winnen, want die vond ik zo lekker. Ik weet niet, ik denk, daar mag je nooit overheen. He? Ik denk qua smaak dat Masha wint, hoor. Ik ben er misschien ook wel een beetje bang van. Hé, hey, vriend. Wil je een stukje taart? Dat wil je wel, denk ik. Stukje taart. Stukje taart. Als ik echt eerlijk ben, dan denk ik wel dat Masha heeft gewonnen qua smaak. Niet qua presentatie. Wel qua smaak. En ook qua hoeveelheid pindakaas gebruikt. Dank wel. Het is wel een close call hoor. Ik bedoel, ik vind het voor jou echt, echt, echt heel lekker. Nou, dit was echt vet leuk. Vet vermoeiend. Vet vermoeiend, ik ben kapot. Even real talk. Ik heb ook gewoon de hele dag al zoveel hartkloppingen weer. De hele week eigenlijk. Dus ik ga nu ook gewoon de vlog lekker afsluiten voor vandaag. Ik heb nog school. Ik heb nog les zo tot 7 uur. En daarna ga ik uitstaan. Een beetje een boekje lezen, yoga doen. Helemaal ik ga een bad, joh, anders film ik dat wel. Ik ga jullie de beelden besparen van Max in bad. I'm helping! Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Een duurzame tip van de dag is 3Clicks. Dat is een Google Chrome plugin. Dus als je dingen online koopt, dan betaal je gewoon dezelfde prijs als gewoon normaal. Alleen ontvangt 3Clicks daar dus een percentage van. En daarmee planten ze bomen.